Dames en heren, jongens en meisjes, ik heb weer een super vette leak voor jullie. Het is weer een van de grotere leaks die we de laatste tijd hebben gehad. Vanochtend hebben we ook al een super vette video geüpload met extreem veel leaks. Kijk die video eventjes, tientje staat nu in beeld. Dat is een video die Matthijs heeft gemaakt. Voordat we gaan beginnen wil ik het ook even hebben over deze petten. Deze petten kan je kopen op hetvulvraag.nl/winkel of het eerste linkje in de beschrijving. Ga ze sowieso even checken. Ze gaan super hard de laatste tijd. Laten we gaan beginnen met de video. Ik heb twee dingen die echt super groot zijn. Het allereerste ding waar we het over gaan hebben is de Slurp Juice. De Slurp Juice gaat veranderen in de volgende update. Er gaat een grote verandering komen met de Slurp Juice. Hij gaat namelijk gebufft worden. En gebufft worden betekent dat hij wordt verbeterd. Zoals het nu is krijg je eigenlijk standaard altijd 25 HP en 25 shield erbij als je Slurp Juice inneemt. En dit is relatief weinig voor een epic item. Want het is het ene het meest zeldzame item. Laten we zeggen item soort dat epic komt voor legendary. En hij is eigenlijk heel erg slecht. Je kan beter minis meenemen. Of je kan beter een big shield meenemen. Of ja, het is eigenlijk op dit moment een heel slecht item. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan ervoor zorgen dat je 75 points krijgt. Of HP of shield. Ligt eraan wat je hebt. En je krijgt er eerst shield, of HP bij. En daarna shield. Dus stel, jij hebt 90 HP. En jij hebt 60 shield. Dan krijg je dus eerst 10 HP erbij. Dan ben je dus 100 HP. En vanaf daar komt er dus nog, even kijken, 65 shield bij. Waardoor je dus ook nog 100 shield bent. Of stel, je hebt 60 HP en je hebt 10 shield. Dan krijg je dus eerst dus de 40 HP erbij, zodat je 100 HP bent. En daarna krijg je nog het overige, wat is het, 25 shield volgens mij krijg je er dan nog bij. Gaat er in ieder geval om dat het veel variabeler is en dat hij nu ook echt sterk is. Ik ben heel erg blij dat ze dit door gaan voeren. Hij geeft trouwens 2 HP slash shield per seconde. Dat was volgens mij sowieso niet echt heel anders. Maar ik ben heel erg blij dat ze dit gaan veranderen. Want de Slurp Juice was toch wel echt eventjes een item die je heel erg weinig krijgt. Of het is een item die wel veel genoeg hebt, maar heel weinig gebruikt. Dan gaan we door naar het volgende punt. En dit is by far de favoriete leak die ik op dit moment voor jullie heb. Het is namelijk de sneeuwmap. We gaan sneeuw krijgen, jongens. Er is in de gamefiles op dit moment is er iets gevonden wat te maken heeft met sneeuw. Want zoals jullie weten sneeuwt het heel af en toe in het gedeelte waar de vikingschip ook is. Daar sneeuwt het heel af en toe. Maar er is geen sneeuw op de grond te vinden. Nou is het zo dat een leaker gamefiles heeft gevonden. En ik zal nu een beeld in een screenshot doen van de files die zijn gevonden. Je ziet hier, laat maar zeggen, Snow Crush Footstep, Snow Crush Sprint Footstep. Eigenlijk alle soorten sounds die je zou moeten hebben voor als je sneeuw hebt. Dit gaat dus betekenen dat er sneeuw in de map gaat komen. En er is maar één logische plek waar die sneeuw gaat komen. En dat is op de plek waar het vikingschip op dit moment ook is. Super vet. Ik vind het heel erg vet dat dit erin gaat komen. Het is wel zo dat de sounds er zelf nog niet in zitten. Alleen er zijn een soort van lege files zijn gevonden. Maar echt geluiden van de voetstappen zijn nog niet gevonden. Of die zijn gewoon nog niet geadd. Ik verwacht dat die dus dinsdag, dus morgen geadd gaan worden. Want morgen zal hoogstwaarschijnlijk de patch komen. Waarbij ook de nieuwe P90 zou komen. De nieuwe SMG, die Epic en Legendary is. Trouwens, daar wil ik nog even zo vermelden. Ik heb een paar dagen geleden gekald dat die ging komen. Ik heb namelijk een top 7 wapens gemaakt die in Fortnite gaan komen. En op nummer 2 stond de P90. En ik heb zelfs gezegd dat die Epic en Legendary gaat worden. Als je me niet gelooft, check de video dan eventjes. Het i'tje staat nu in beeld. Daar heb ik het gezegd in die video. Ga hem kijken. Want het nummer 1 is ook heel vet. Die gaat ook waarschijnlijk in Fortnite komen. Maar sowieso super vet dat de P90 erin is gekomen. En ik vind het echt heel grappig dat ik hem 4 dagen geleden heb gecalled dat hij ging komen. Terwijl ik nog niet eens wist dat hij er aangekomen. Ik had verder nog geen clue. Geen leak of zo. Waardoor ik kon weten dat hij er wel in zou komen. Super vet. Daarnaast heb ik nog één ding wat ik nog even wil melden. Ik heb iets vernomen in Fortnite. En dat is alleen nog maar geweest in de desert gedeelte van de map. En het is dat ik een klein beetje zandstorm heb gezien. Ik heb er geen clip van. Maar ik heb een soort van zandstormpje gezien die mij nog niet eerder opgevallen is. En ik dacht eerst van, nou oké, misschien is dat wel niks. Misschien zat het er altijd al in. Maar toen kwam ik er laatst achter, toen Matthijs en ik video's aan het kijken waren, we aan Funny Moments aan het kijken. Toen zagen we precies hetzelfde. En Matthijs zei precies hetzelfde als wat ik zei. Dus het is mogelijk
dat we binnenkort zandstormen gaan krijgen in Fortnite. Het zou ook logisch zijn, maar het viel mij heel erg op. Ik wil het even melden, ik heb hier geen leak van ofzo. Maar het is iets wat mij opviel en misschien viel het jullie ook wel op. Zet even een reactie neer als het jou ook al was opgevallen. Maar jongens, dit was de video voor nu. Ik heb nog wel gameplay die ik eventjes tot het einde ga af laten spelen. Want het einde is altijd leuk en ik ga nog niks verklappen. Maar misschien is het een win, ik weet het niet. Ga maar gewoon even kijken tot het einde, jongens. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Abonneer op de film, vraag een like op deze video. Check onze pet even uit. Klik op de video's hieronder. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Peace out. Nog mensen die van de nacht eerst hier heeft komen, die kunnen hier ook landen, op de berg. Zat je naar beneden gejumpt? Volgens mij werd ik nog beschoten, dus ik weet niet. Die dual pistol, moet je kijken met die flippers, kijk hoe dat eruit ziet. Yeah. Zo raar, bro. Oh mijn god. Hey, maar er zitten wel mensen beneden hier op flush. Mm-hmm. Ik zie hem al. Hij is wel lekker. Oh, ik heb een hit! Oh, lekker hit, bro! Ik heb hem gezien. Oh shit, er nog iemand, hij had mij bijna daar, joh. Ga naar beneden, ga naar beneden. Heeft er iemand een... Hij staat hier aan je bouwspad. Hier op Noord is ook een heel team. En die doen niet bij elkaar. Boys, ik ben al beneden. Is je dood? Dood. Wacht tot die stopt met de spectaten. Kan ik die knocked gillen? We zien hem binnen. Oh, jee. Om niet. Bro, wacht. Achter je, Dion. Knocked. Nog eentje beneden. Helemaal beneden. Hij is even weg. Lekker man. Oplet. Uit. Ik heb er ook twee squads. Yo Peter. Wacht mijn stream bro. Ja. Ik hou van dit wapen man. Hoe heerlijk. Ik hou van deze bro. Deze dan? Deze is zo chill. Op close range. Die moet die dragen met die Jungle Scout skin. Lijkt op Tomb Raider, bro. Iemand zit de berg op Southeast. Ja, ik push hier deze berg op. Okay. Want ik zit waar vrij centraal. Oh nee, hier rechts ook. Ik wil even zeker zijn dat daar niemand zit. Deze boy is hier aan het panicbuilden. Kick hem gaan. Ben je aan het fighten daar? Oh, ik stop! Heeft 1 AP. Oh, die snipe! Boys, ik heb jullie hulp nodig. Kom maar aan. Hier, recht voor mij. Kom er nu aan. Heerlijke snipers dat trouwens. Het was wel een steal, maar wel lekker een snipe. Nee. Van zuidwest op de grond. Hier voor mij staat een zoe. Nakt. Eén is op de berg, maar die is low. Ik heb even mini bullets nodig. Heb jij er wel voor mij? Ja. Ah, ik had er eentje zo mooi genokt. Jammer dat ik die kill niet heb. Alright, weet je wat? Kom. We hoeven nog maar 2 mannen, hè? Ja, ik weet. Zit allebei bij mij. Eentje knocked.
There you go. Woe! Lekker hoor.